Ik zit nu in de auto, jongens. Ik ben onderweg naar Hidde voor mijn laatste sportsessie voordat ik de fotoshoot ga doen. Het is vandaag donderdag en morgen ga ik de fotoshoot doen. En dan kan ik jullie eindelijk het resultaat laten zien wat ik heb behaald na 2 maanden trainen en om mijn eten te letten, jongens. Oh. De laatste training, jongens. Ik ben kapot. Ik zie jou morgen. Morgen is de grote dag. Dan gaan we vodka drinken en snoepjes, want dan gaan je aderen dus blijkbaar openstaan. En dan gaan we even trainen en dan gaan we de foto maken. Bloedvaten, Robert Jong. Bloedvaten, wat zei ik dan? Aderen. Oh, aderen, bloedvaten. Als je nu oppast, hè? Kom nu maar. Nee, ik ga vluchten, jongens. Ik zie je morgen. Dat was hem, jongens. De laatste training voor de fotoshoot. En het was me er een. Jongens, ik zie jullie morgen. Na 2 maanden trainen, niet drinken en echt heel erg streng om mijn eten te letten, is het eindelijk zover. Ik ga de fotoshoot doen voor de review van Katje naar Sixpack. En dit is het moment waar ik 2 maanden lang naartoe heb gewerkt. Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk heel erg spannend vond de laatste paar weken, omdat ik gewoon heel erg het gevoel had van, is het wel gelukt? Is het wel goed genoeg? Gaat het goed overkomen op camera? En dat zijn allemaal dingen waar ik nu mee in mijn hoofd zit. Maar goed, het is tijd om nu de foto's te gaan nemen en dan gaan jullie het resultaat zien na 2 maanden lang hard werken aan mijn lichaam. Vandaag is de dag van de fotoshoot en ik heb hier dus een zak snoep. En je zou nu denken van, hoezo een zak snoep? Maar Hidde is er ook, Niek is er straks ook. Maar Hidde zei, neem als ontbijt snoep en straks 2 shotjes vodka. Want we gaan daarna nog eventjes trainen en wat er dan gaat gebeuren is dat je aderen, je bloedvaten gaan allemaal openstaan. En dat is dan blijkbaar mooier op de foto. Ik weet het ook niet, Hidde zei het. Dus dit is mijn ontbijt. Maar we gaan nu richting Amsterdam Noord en dan gaan we foto's maken bij Wessel. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig, maar het komt helemaal goed. Ik heb dus net snoep genomen als ontbijt. En ik heb een fles vodka mee voor 2 shotjes vodka straks. Daar zijn we. Hey, Wessel. Kijk eens even. Echt lekkere kleren aan. Ja, ik moet zeggen, dit is perfect. Lekker ja, casual. Ja, dit is top. Nou goed jongens, we gaan hier de foto's maken. En ik ben zo benieuwd. Ik ben echt zo benieuwd. Hey, en Niek is er ook bij. Oh, hij wil niet in beeld. Niek, terugkomen. Oh, dit is door dicht. Oké, jongens, Hidde is er bijna, maar ik moest 2 shotjes vodka doen, maar ik moet natuurlijk een beetje inwerken, dus ik ga alvast 1 shotje doen, maar ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Jongens, proost. Wodka shots smeren. Nou goed, jongens, ik heb dus nu even een shotje genomen, straks misschien nog één, ik weet niet of het nodig is, en dan ga ik even oppompen en dan gaan we de foto's maken. Hit, daar ben je! Eindelijk. Vond je door? Ik heb al een shotje vodka genomen. Nou, nog maar eentje. Goed hè? Nog één? Ja. Wacht even, als ik zo doe. Ja, weet je wat het is? Ik kan het wel zeggen, maar ik ga even foto's maken. Dus ja. Of zo'n kutjes. En laat het opsmeren. Hier. Zo jou. Ben je klaar voor? Ik ben er klaar voor. Shotje vodka nog? Ja. Eerst even een fotootje even zonder olie. Even kijken hoe dat eruit ziet en dan lekker smeren. Daar is Ella voor. Ja, ik heb ook nog die dinges mee. Ik heb ook nog van het, hoe noem je dat? Poeder. Van de poeder, hoe? Bronzer. Magnesium. Nee. Ja. Voor als je glimt. Bronzer. Ja, heb ik ook mat. Allemaal is het. Dat is eigenlijk zo. Ik ben er klaar voor. Ben je blij met het eindresultaat? Word je wel gelukkig van? Word je hier gelukkig van? Maar we moeten wel doorpakken. Je houdt wel van jongetjes. We kunnen nog. Kijk, dat heb ik ook gezegd. Ik ben er al echt blij mee. Maar het kan altijd meer. Dus ik kan nog droger gaan. Jij kan zeker droger. Nou, dus dan hebben we nog een taakje te gaan. Maar we gaan sowieso nu de foto's doen. En dat is dan het eindresultaat. Ja, kijk. En dan ook dit. Je moet echt meer moeite doen. Je lichaam is eigenlijk. Ja. Jezus, Finn, dit is toch net porno? Ik ga ook OnlyFans beginnen. Oké, en je zou een beetje die kant op kijken. Dan krijg je ook wat meer licht in je gezicht. Oké. Kijk, één keer is heel. Dan gaan ze gewoon recht van voren. Ella, krijg jij hier een nat poesje van? Nee, ze staan nog buiten thuis op zijn eten te wachten met natte poesje. In de regen. In de regen. Ja. Ja. Goed kaartje. Ik moet nog voetballen vanavond. Wee. Maar doe je spoken? Voetballen wil ik. Ja, dit is wel mooi hoor. Ja, dit is wel mooi. Kan dat niet? En dan je navel iets van je binnen trekken nog? Ja, dit. En dan spanning aan? Ja. Fucking man.
Jij wil dit, hè? Ik kan het zeggen. Loon naar werken, jongen. Sorry dat ik me vol maak. Ja. Hier. Kijk eens naar de deur. De deur. Bovenkant van de deur. Ja. Ja, dit is mooi. Na 2 maanden trainen en op mijn eten letten en niet drinken, is dit het eindresultaat. Dit was hem. We hebben een goede foto. En ik ben heel erg blij mee, jongens, met het eindresultaat. En nu ga ik naar de McDonald's. Nu ga ik naar de McDonald's. Ja, ik heb er zin in. No fucking way. Tenzij de McDonald's betaalt. Nee. Oh jongens, dat was het dan. Het hele 2 maanden gezond doen en op mijn eten letten en niet drinken. En ik mag vanaf nu, heb ik eigenlijk, ja, ik heb de shoot gehad. Dus ik hoef me nu niet meer te bewijzen. Ik hoef niks meer te laten zien. Dus ik kan in principe nu weer gewoon drinken. En weet je wat we gaan doen? Wij gaan naar de McDonald's. Yay! Oh jongens, ik heb er echt zoveel zin in. Ja. Dit is je verjaardag. Niek. Is dit, als je zo net de shoot zag, ja. Mag ik blij zijn met dit? Met deze, ja. Je mag sowieso blij zijn met het feit dat jij van heel ver bent gekomen. Van niet sporten, echt heel veel vreten, zuipen. Nou, überhaupt de discipline krijgen. En daar vind ik dat je het meest trots op mag zijn. Dat het dus in je zit. Hey. Dankjewel. Ik kan het dus wel. Ja. Oh. Zomaar, ja, ik ben zo blij jongens. 2 maanden lang. Overal op moeten letten en me ook zeg maar schuldig voelen. En dat, ik denk serieus dat als ik nu naar de McDonald's ga en ik weer gewoon weer ga drinken. En dat ik denk wel dat ik sowieso... nu over het algemeen minder snel slechte keuzes zou maken, omdat ik nu gewoon weet, ja, dat je gewoon snel, ja, nee. 2 maanden later. Nee, dit ik shot, kijk. Dit shot moet je nooit weggooien, want het gaan we weer op gebruiken als je weer opnieuw gaat beginnen. Dat is leuk, ja. Nee, ik denk serieus dat ik het wel gewoon bij ga houden, hoor. Maar ik ga echt iets minder extreem doen met dat ik sommige dingen echt niet ga nemen. En dat ik bijvoorbeeld niet uit eten ga met mensen, omdat ik denk van, ja, sorry, ik kan niet mee, want ik kan niks eten, dus ik ga... ja, gewoon minder extreem doen, maar ik ga nog steeds wel opletten. Daar zijn we dan, bij de McDonald's. We hebben kip nuggets. We hebben frietjes. Een Big Tasty komt die. Na 2 maanden lang. Ja, dat is top. Oh, dit is lekker weer. Ja jongens, holy shit. Ik ben zo blij met het eindresultaat. De foto's zijn goed gelukt. Ik zit gewoon lekker in mijn vel. Natuurlijk na 2 maanden gewoon echt gewoon goed op je voeding letten. Stoppen met drinken. Weet je, het heeft natuurlijk allemaal profijt. En ik ben vanaf nu, het is nu een paar dagen later, heb ik natuurlijk al wel weer een drankje gedaan. En ik heb alweer, ik ben een keer naar de McDonald's geweest zoals jullie zagen. En het is niet nu de bedoeling om alles los te laten en volledig weer alles te gaan doen. Ik wil wel gewoon weer echt goed op mijn voeding blijven letten en inderdaad gewoon betere keuzes maken en dingen eventjes laten staan. En ja, dat is gewoon handig om te doen. Maar wat ik net ook al zei, ik ben nog niet volledig droog. Want als je volledig droog wil zijn, moet je 10% zijn en mijn vetpercentage is 11,6%. Maar wat wel lekker is, mijn streefgewicht was onder de 80 kilo en ik weeg 79 kilo jongens. Dus ik ben echt heel erg blij met het eindresultaat na 2 maanden. En ik vond het heel erg leuk om jullie mee te nemen in dit hele traject en ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vonden. Dus vond je het nou een leuke serie? Laat dan zeker een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.